ondanks de komst van concurrentie uit met name China, blijft GoPro de bekendste naam op de markt voor actiecamera's. Met de komst van de Hero 7 probeert het Amerikaanse bedrijf die positie vast te houden. De nieuwe lijn bestaat uit 3 modellen. Het topmodel is de Hero 7 Black, de middelste is de Silver en de instapcamera is de White. Vooral die laatste is opvallend. Begin dit jaar kondigde GoPro immers al een instapmodel aan, die simpelweg Hero heet en €220 kost. De 3 nieuwe camera's zijn waterdicht tot 10 meter diepte en met je stem te bedienen. Allemaal hebben ze een 2-inch touchscreen en de mogelijkheid timelapse beelden te maken. Daarnaast kunnen ze verticaal video opnemen, speciaal voor gebruik op sociale media. Het duurste model Black heeft een 12 megapixel sensor en kan net als een voorganger Hero 6 Black video's opnemen op 4K met 60 fps. Nieuw is de digitale videostabilisatie die GoPro Hypersmooth noemt. De functie moet voor aanzienlijk minder schokken en stotteren van beelden zorgen bij heftige actie, zoals bij mountainbiken. De Hero 7 Black bevat een HDR-functie met toonmapping en ruisonderdrukking voor foto's. Daarnaast is er een mogelijkheid tot livestreamen en kunnen foto's op 30 fps vastgelegd worden. Handig voor onderweg, de accu is te verwisselen. Het opnemen van audio kan in stereo en bestanden kunnen als WAV weggeschreven worden. Er is een aansluiting voor een microfoon. De GoPro Hero 7 kost €430 en is daarmee een stuk goedkoper dan de Hero 6 Black, die een adviesprijs van €570 had. De Hero 7 Silver is met zijn prijs van €330 wat goedkoper, maar levert ook in op prestaties. Zo zit er een 10 in plaats van een 12 megapixel sensor in en kan hij op 4K filmen, maar dan op maximaal 30 in plaats van 60 fps. Video in Full HD schieten kan op 60 fps. De accu is bij dit model geïntegreerd, dus wie onderweg zonder energie komt te zitten, zal een plek moeten vinden om via USB-C te kunnen opladen. Het witte model is de nieuwe instapper met een prijs van €220. Het grootste verschil met de duurdere modellen is wel dat de White niet in 4K kan opnemen, maar maximaal in 1080p. Ook mist deze camera GPS-ondersteuning. Met de komst van de White is de begin dit jaar aangekondigde Instap Hero alweer uit het assortiment. De specificaties komen dan ook vrijwel overeen. De nieuwe actiecamera's zijn vanaf volgende week beschikbaar.